Inwoners van het Limburgse Oosteren maken zich ernstige zorgen over de verkeerssituatie op de stationsweg. Iedere dag steken horden scholieren de drukke straat over. En vorige week ging dat helemaal mis. Een 16-jarig meisje raakte zwaar gewond toen ze werd aangereden door een auto. Tijd voor maatregelen vindt de lokale partij PP2 voordat er nog meer ongelukken gebeuren. Oosteren, 8 uur vanmorgen. Grote groepen scholieren fietsen direct naast het langsrazende verkeer. En bij het oversteken gaat er wel eens wat mis. Het gevaarlijke aan dit is dat mensen niet verwachten dat er plotseling wordt overgestoken. En dat is gevaarlijk, want ja, je weet allemaal, ze steken de hand dan niet uit, kijken niet. Ja, dan gebeuren er ongelukken zoals vorige week gebeurd is. En dat is afschuwelijk natuurlijk. Volgens de lokale partij is het ongeluk van afgelopen woensdag geen uitzondering. Ze hebben de gemeente al vaker gewezen op de gevaarlijke situatie. Nou, het lijkt een gevaarlijke plek, maar ik moet constateren dat dat volgens alle officiële bevindingen toch niet zo is. De politie heeft daar onderzoek gedaan en die geven aan dat het puur echt een ongeluk is op basis van een inschattingsfout. Jullie zijn onderweg naar school en slaan hier deze weg af. Is dit een gevaarlijk punt? Soms wel, want de auto's gaan er best wel hard. Ja, het is wel gevaarlijk, want sommige mensen gaan net voor een auto en dan zijn ze wel op tijd, maar ja, het is wel gevaarlijk. Wat wilt u dat er gebeurt? Nou, je zou kunnen voorstellen dat er de weg die er nu genomen wordt, die sluiproute, afgesloten wordt. Je kan je ook voorstellen dat er handhaving komt, hè, dat er gecontroleerd wordt. Als u de situatie hier ziet, dan zult u ook zien dat dit een hele open situatie is, die zeer overzichtelijk is. En dat iedereen dus geacht wordt in het verkeer ook uit te kijken.